Voorzitter, dank. Het is met grote bewondering hoe ik kijk naar hoe de zorg deze grote crisis aanpakt. Hoe ze er zo op korte termijn in slagen om toch zoveel mensen de zorg te geven die ze nodig hebben. Met zoveel bewondering keek ik vanochtend ook naar de briefing. En als je daar ziet hoe gelukkig wij ons mogen prijzen in Nederland met zulke professionals, ambtenaren, mensen uit de zorg, die dit land draaiende houden en proberen weer gezond te maken. Wat vooral blijft hangen van die briefing is hoe alarmerend de boodschap is. Enerzijds zie je het RIVM die aangeven dat het aantal mensen wat op de intensive care zal komen de komende tijd zal doorstijgen tot boven de 2400 bedden die er nu zijn. En aan de andere kant de heer Gommers van de Vereniging van IC-artsen die eigenlijk aangeeft dat we dat niet aankunnen. Dat we dan in een code black komen. Als je dat op je laat inwerken, dat we daar misschien al komend weekend kunnen zijn, dan is dat enorm heftig. En met die briefing in gedachten heb ik het advies van het OMT vanochtend nog net iets anders gelezen. In dat advies wordt aangegeven, en ik citeer letterlijk, vanwege bovenstaande ziet het OMT vooralsnog geen voordeel van het instellen van een totale lockdown. Laat ik helder zijn. Ik heb in deze crisis nog nooit gepleit voor een totale lockdown en dat zal ik ook nu niet doen. En daarom vind ik ook de wijze waarop het hier staat omschreven niet juist. De vraag is, wat kunnen we binnen de huidige maatregelen die we nemen misschien nog voor extra stappen zetten om ervoor te zorgen dat er minder besmettingen zijn, dat minder mensen op een intensive care komen. En ik snap heel goed dat als je dat het RIVM kijkt, het aantal besmettingen gaat al omlaag, die R zakt onder de 1. Statistisch zal het misschien niet heel significant zijn, iedere extra stap. Maar als we kunnen voorkomen dat 10 extra mensen op een IC komen, dan vind ik dat we die stappen moeten zetten. En daarom heb ik een aantal hele concrete vragen waarom het kabinet hier niet toe overgaat. Allereerst gaat over de vakanties en de vakantieparken. Zouden we niet gewoon moeten verbieden dat mensen in die meivakantie en die paasvakantie op vakantie kunnen gaan? Ik sluit me ook aan bij de vragen over buitenlandse toeristen. Moeten we hierin ook niet meenemen de particuliere verhuur via Airbnb? Ik vraag me af hoe we omgaan met al die repatrianten. Ik ben blij dat er nog vluchten zijn naar Nederland. Dat Nederlanders terug kunnen komen naar Nederland. Maar deze mensen moeten op zijn minst gecheckt worden. En misschien moeten ze wel verplicht in thuisquarantaine. En dan zijn er nog steeds religieuze bijeenkomsten. Waar je tot 30 mensen bij elkaar mag komen. Moeten we ook niet deze bijeenkomsten verbieden? En ja, er zijn ook al restricties met hoeveel mensen je over straat zou mogen lopen. Maar in Duitsland gaan ze, het is maar een klein verschil, maar nog net één stapje verder. Waarin ze zeggen, het is eigenlijk met maximaal 2 mensen dat je buiten mag zijn. Misschien is dat nog iets helderder, waardoor we kunnen voorkomen. En ik zeg, al zijn het maar tientallen, dat we wat besmettingen kunnen beperken en mensen die op die intensive cares komen. Voorzitter, het is ook echt tijd om ervoor te zorgen dat we meer mensen terecht kunnen op Duitse intensive care bedden. Daar is nog capaciteit en ik wil graag vragen hoe het daarmee staat. In de brief las ik dat er nu 2 mensen zijn overgenomen door Duitsland, maar dat zouden er eigenlijk meer moeten zijn. Voorzitter, als we nu kijken naar de maatregelen tot 28 april, dan moeten we ook nadurven denken over de tijd daarna. De 1,5 meter samenleving is misschien wel voor komend jaar een feit. Hoe kunnen we doorfunctioneren? En daar heb ik 2 hele belangrijke vragen bij. De allereerste gaat over het onderwijs. Ik snap heel goed, en ik ben het er ook mee eens, dat we ook de maatregelen voor het onderwijs hebben verlengd. Maar daar zitten kinderen met enorme achterstanden. En die achterstanden worden alleen maar groter. Welk overleg vindt er nu plaats met onderwijzers en met scholen om een plan te maken, zodat we zo snel mogelijk de achterstanden van deze kinderen in ieder geval kunnen beperken? Ten tweede heb ik een vraag over de medicijnen. Dat is mijn slotvraag. Heb ik over de medicatie. Er is ook een groot probleem met de hoeveelheden medicatie. Nu wil het zo zijn dat we in Nederland bijna geen capaciteit hebben om medicijnen te produceren. Er is nog een fabriek in Leiden die generieke medicijnen maakt, maar daarvan heeft de Raad van Bestuur aangegeven die per september te willen sluiten. Ik zou graag het kabinet willen vragen wat ze eraan gaat doen om deze fabriek toch open te houden. Dank u wel.